Stichting Kringloop in Zwolle. Daar staan we nu voor. Deze keer niet om wat te kopen of lekker rond te gaan kijken. Ja, straks misschien. Maar we gaan iets bijzonders meemaken. Want schrijfster en illustratrice Joke Eikenaar het Wezep heeft een prachtig boek geschreven. Een kinderboek wat gaat over de kringloopwinkel. Zoals ik al vertelde eerder, gaat het in het boek over een meisje die met haar ouders in een kringloopwinkel woont. Er is iets misgegaan met geld en daarom hebben ze geen huis meer. Dus waar moesten ze dan wonen? Nou ja, papa werkte in een kringloopwinkel, dus ze wonen daar stiekem. Dat mag niemand weten, zelfs Joppe niet. Joppe is beste vriendje van Vee. Ja, en hoe ben je op het idee gekomen over een kringloopwinkel? Want dat komt niet veel voor. Wel heel leuk trouwens. Ik zocht eigenlijk een decor voor een serie. En ik wilde alle kanten opgaan daarmee. En in een kringloopwinkel is van alles te vinden. Je kunt, over een kast met een geheim laadje. Maar je kunt ook een schilderij hebben wat ontdekt wordt. En van een beroemde schilder blijkt te zijn. Of bijvoorbeeld een sieraad wat heel erg duur is. Als je kijkt naar kunst en kitsch, dan zie je ook dat daar vaak juweeltjes gevonden worden. Tussen troep of wat op zolder gevonden is of wat dan ook. En zo kwam ik op het idee om daar iets mee te doen. Mevrouw Parel komt vaak in de winkel de laatste tijd. Ze geniet van het snuffelen tussen de spullen van vroeger. Het belletje rinkelt nog een keer. Nieuwsgierig rekt Vee zich uit om te kunnen zien wie er nog meer over de drempel stapt. Ze ziet de blonde krullen van Joppe. Joppe zit bij Vee in de klas en hij en Vee zijn dikke vrienden. Dat is ook een mooie lamp. Dan ziet ze het plantentafeltje waar de lamp op gestaan heeft. Verbaasd deinst ze eerst achteruit om vervolgens ver naar voren te buigen. Nou, dat is ook wat, pruttelt ze een beetje afwezig. Dat is mijn tafeltje. Dit tafeltje heeft mijn man meegenomen uit Indië. Het is met de hand gemaakt. De poten zijn olifanten, kijk maar na. Het is mijn tafeltje. Het is erg belangrijk dat juist die nieuwsgierigheid op het gebied van duurzaamheid bij kleine kinderen al wordt gewekt. Dat is erg belangrijk, op een speelse manier, op een lezende manier. Ja. Hoe vonden jullie het dat Joke Eikenaar hier in deze kringloopwinkel haar kinderboek presenteert? Heel erg leuk, inspiratievol. Zij heeft natuurlijk ook haar inspiratie gevonden in deze omgeving. Een hartstikke leuk boek. En hartstikke mooi boek voor kinderen. Wekt nieuwsgierigheid op. In het kader van duurzaamheid en kinderen. Is prachtig. Ja. Zij zegt van, ik heb een spannend verhaal geschreven in de kringloop. En wij maken regelmatig spannende verhalen mee hier in de kringloop. Dus, je herkent eigenlijk wat Joke vertelt? Ja, dat herken ik wel. En het lijkt me hartstikke leuk voor de jeugd, voor de jonge jeugd, om hier ook kennis mee te maken. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren dat alles een tweede kans kan krijgen. En dan heb ik het natuurlijk over meubels en kleding en tweedehands spullen. Dat je niet zomaar alles weg moet gooien. Het is gewoon als decor, de kringloopwinkel. En als ze dat meepikken, dan is dat mooi. Het is het eerste deel. Ja. Je hebt het al over meerdere delen. Hoeveel delen wordt het? Ja, geen idee. Dat ligt er ook aan of het aanslaat. Ik heb heel veel delen in mijn hoofd en ook aantekeningen gemaakt per deel. En tot nu toe heb ik stof voor 4 delen, maar het kunnen er ook meer worden. Het uurwerk zit in een glimmend rood houten kastje met goudkleurige versieringen. En met kleine gouden bolpootjes. Maar dat is mijn pendule, roept mevrouw Parel. Dan nee, dat is een klok, verbetert Joppe haar. Vee kan er niks aan doen, maar ze begint weer te giechelen. Dit is een pendule en het is de mijne. U vergist u, echt. U heeft hier geen klok gebracht, toch? Hoe zou die klok hier dan moeten komen? Langzaam zet mevrouw Parel de klok weer neer, al gaat dat niet van harte. Vreemd, zegt mama,